Ja, het gaat er ook niet om of je zin hebt in vasten. Ik geloof dat vasten Niemand heeft erbij zin in hoort. vasten. Het Ja. is, het hoort in een vorm van gehoorzaamheid voor hem. Er is ook een bedoeling bij. En ik denk dat het goed is dat we nee kunnen zeggen tegen dingen van het vlees. En misschien wel tegen hebzucht of zo. En dat is altijd goed voor ons, zelfdiscipline. Dus ik Ja. denk dat dat misschien ook een reden is. Ik moest zelf even denken aan Esther, in het boek Esther, hoofdstuk 4. Lees thuis ook even lekker na. Daar wordt een vaste gevraagd. Esther vraagt om te vasten. Waarom? Er is een grote crisis. Misschien is er wel in je eigen leven een crisis. Misschien is er wel een crisis op je werk. Misschien voor je vrienden, voor je familie. En dat jij denkt, ik moet bidden. Ik denk dat we Ja. sowieso mogen bidden voor onze stad, voor ons land. Oh, ja. En, De maar regering, sowieso, ja, daarom noem ik al onze stad, onze regeringsstad. ja. Maar eigenlijk allereerst gewoon van voor jezelf. Waar wil jij voor bidden? Misschien wel voor bekeerlingen, misschien voor een doorbraak in je leven. En ja, alles wat je dichter bij God brengt, mag je bij God brengen. Ja, En ja. ik denk dat Hij de wensen van je hart wil geven. Ja. Zijn glorie, zijn dromen, zijn verlangens wil Ja, Hij die. ja. Dus eigenlijk tot zover. Ja. Lees Esther na. En Esther vraagt echt om 3 dagen te bidden en te vasten, zodat er. Om het volk te redden, hè? Om een crisis te Ja, voorkomen. om De een crisis te Joden zouden voorkomen. allemaal Ja, gedood ja, worden ja, door Haman. En ja. ja, dus het Ja. was goed om Ja. te bidden en vasten. Ik heb